En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. De BBB is echt wel een overweldigende winnaar met de verkiezingen van gisteren voor de Provinciale Staten. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind wel eens dat er een goed tegengeluid mag komen, want het is toch wel allemaal een beetje van hetzelfde. En je ziet ook dat de zittende fractie in de Tweede Kamer, dat hij toch maar gewoon een beetje zijn eigen plan blijft trekken. Nou, ik heb daar niet op gestemd. Heel eerlijk heb ik daar eigenlijk niet echt een mening over, want ik ben er helemaal niet mee bezig geweest met de verkiezingen. Ik ben ook niet wezen stemmen. Ik vind het mooi voor de boeren, maar ik heb zelf niet gestemd. Ja, ik heb niet gestemd. Ik heb me er helemaal niet in verdiept eigenlijk. Dus ik weet ook niet wat de BBB is. Ik heb niet gedaan. Ik heb niet gedaan. U heeft niet gestemd? Nee, gestemd. Super. Dat is niet helemaal wat ik had verwacht, maar prima. Ik heb geen idee. Ik ben Peruaans, dus ik heb geen stemmen. Dus. Heeft u zelf BBB gestemd? Nee, heb ik niet. Ik heb VVD gestemd. Is er een specifieke reden waarom u niet bent gaan stemmen? Veel te druk. Ja, heel de dag gewerkt eigenlijk. Van 7 uur 's morgens tot bekant 8 uur 's avonds. Dus toen vond ik het al welletjes toen ik thuis was. Mag ik vragen waar u voor heeft gestemd? BBB. Doe geen uitspraak over. Dat hou ik mooi van mezelf. Het deugt bij mij allemaal niet. Ze hebben allemaal minpunten, ze hebben pluspunten. Nee, dus geen stem uitgebracht. Ik heb niet gestemd, niks over van nu de grootste partij, nee. Hoeveel proteststemmen zijn naar de BBB gegaan? Denkt u dat de BBB allereerst in de Provinciale Staten het verschil gaat maken voor de boer en de burger? Dat weet ik niet, dat is afwachten. Nou ja, ik hoop natuurlijk dat er misschien wel dingetjes gaan veranderen. Ik hoop niet dat ze hetzelfde lot treffen als Forum voor Democratie. Dat hoop ik zeker niet, want dat was toch eigenlijk maar snel gewonnen, maar eigenlijk weinig aan gedaan. Nou, wat ik zeg, ik hoop natuurlijk dat Caroline natuurlijk iets gaat veranderen, want ze is natuurlijk nu de grootste partij in de Eerste Kamer inderdaad. Alleen, het is heel lastig, want ja, net als Mark Rutte bijvoorbeeld, die heeft het natuurlijk ook jarenlang moeten doen en die heeft natuurlijk ook fouten gemaakt en dingen ook goed gedaan. En dat is natuurlijk, ja, je moet het maar doen. Ik hoop het. Ik hoop het, maar ik denk het niet. Dus, nee. Want dan moeten ze toch met z'n allen mee eens zijn met de veranderingen. De woningen, stikstof, dat wel, ja.